Zo geef je makkelijk een eigen draai aan je nieuwe agenda. Hoi, leuk dat je kijkt naar deze nieuwe video. Mijn naam is Elise en misschien ken je mij wel van mijn eigen creatieve YouTube kanaal Elise Dingen. Vandaag heb ik hier een back to school shoplog en DIY voor je. Want ja, het zou geen Elise video zijn als er niet een DIY gedeelte was. En ik weet het, het is nog zomer, gelukkig. Maar een goede voorbereiding is het halve werk. Dus of jij nu na de zomer weer terug gaat naar school, of aan je studie begint, of iets anders gaat doen, een beetje goede voorbereiding is het halve werk. Dus ik laat je gauw mijn geshopte back to school spullen zien. We gaan beginnen met iets wat voor mij in ieder geval onmisbaar is. En dat zijn agenda's. Ik heb een aantal hele leuke kunnen vinden bij Action. Die laat ik je dus zien. Ik begin met deze. Deze is heel handig, want die heeft hier zo'n vakje aan de voorkant. En er zit al een leuke voorkant in, maar die kun je er dus uithalen. En daar zelf je eigen variant in stoppen. Dat zie je later in deze video. Aan de binnenkant heeft hij ook heel veel leuke kleuren. En af en toe zit er ook een bladzijde in. Met zo'n vakje. En die is natuurlijk heel handig om belangrijke papieren of je rooster in te stoppen. Maar je kunt hem ook gebruiken om bijvoorbeeld leuke stickers in te stoppen. Waarmee je agenda dan weer mee kan versieren. Er waren meerdere varianten van deze leuke agenda. Want ik vond ook deze met hartjes op de voorkant ook heel erg leuk. En die hartjes zie je ook weer terug aan de binnenkant. En het handige van deze agenda's is dat ze ook nog een kleine etui aan de achterkant hebben. Hier kun je dus ook stickers, washi tape of misschien je favoriete stiften in stoppen. En wat ik ook heel erg leuk vind bij deze agenda's is dat de binnenkant er ook steeds per een aantal bladzijden anders weer uitziet. Denk je nou, ja, leuk DIY's, maar ik wil gewoon een agenda die er al leuk uitziet. Nou, dan is deze misschien wel wat voor je. Ik geloof dat deze van Fashion Chic is, maar ik viel echt voor die leuke symbooltjes hier op de voorkant. Dat ziet er echt super vrolijk uit. Ik vind de kleuren ook heel erg leuk. En er zit zo'n handig elastiek omheen. En dan is dit de binnenkant van de agenda. En ook hier zie je weer leuke kleuren. En ook komen er een aantal leuke symbolen van de voorkant in terug. Er waren nog veel meer agenda's te vinden, maar dit is de laatste die ik meenam. En deze deed mij een beetje denken aan zeemeerminnen, omdat die zo glanst van blauw naar paars. Dat vond ik zelf heel erg leuk. En een leuke toevoeging aan deze agenda is dat er aan de binnenkant ruimte is voor al je goals voor dit jaar. En op alle andere bladzijden komt die mooie blauw-paarse kleur ook weer terug. Naast een agenda is een etui ook heel erg belangrijk. Ik nam er twee mee. Deze is weer in datzelfde thema als die Fashion Chic agenda. Diezelfde leuke doodeltjes die vind je dus ook op deze etui. En kijk, er hangt echt een hele leuke regenboog aan. De andere etui die ik meenam is deze. En deze is gewoon heel vrolijk en zomers en heel kleurrijk. Iets waar ik echt heel erg van houd. Je ziet allemaal emojis en een flamingo, drankjes. En ook hier hangt een leuke hanger aan. Ook qua etui zag ik nog veel meer liggen in de winkel. Ook met glitters en een beetje zo'n glimmende stof. Net als die zeemerminnen agenda die ik je net liet zien. Ik laat je nu gewoon mijn favorieten zien. En weet wel, alles wat ik laat zien is verkrijgbaar bij Action. Maar het kan verschillen per filiaal wat er nou precies in de winkel ligt. Oh mensen, het is zo warm hier. Ik zie gewoon dat mijn bril aan het beslaan is. Dus als jij dat ook ziet, doe maar net alsof het niet zo is. Superleuk die etuis, maar als ze leeg zijn heb je er natuurlijk niks aan. Dus ik heb ook wat dingen geshopt die in je etui kunnen en die ook daadwerkelijk handig zijn. Allereerst deze leukerts. Potloden zijn altijd handig en als je dan voor glitterpotloden kunt gaan, ja, dan is voor mij de keuze snel gemaakt. En ze hebben zelfs allemaal een bijpassende gum in dezelfde kleur. Ook nam ik diverse setjes met pennen mee, want ja, pennen heb je natuurlijk ook nooit genoeg. Deze set is wat meer in een waterthema met vissen en schelpen. En de andere set is wat meer in een tropisch thema. Allebei super vrolijk en kleurrijk. En ook deze pennensetjes kon ik niet laten liggen. Hier staan leuke quotes op en ze hebben ook weer leuke kleuren. Always be yourself, girl power en ja, queen of everything. Die spreekt mij wel aan. Ook handig om in je etui te hebben, niet alleen voor school, maar bijvoorbeeld ook voor DIY-projecten. Dat zijn deze lijmstiften. En ik nam deze mee omdat ze allemaal een andere kleur hebben. Niet alleen van buiten, ziet er leuk uit, maar ook de lijm heeft een kleur. En dat is heel handig, want dan kun je precies zien waar je al wel lijm hebt gesmeerd en waar nog niet. Geen zorgen, bij het opdrogen zie je niets meer van die kleur. Dan nog iets wat voor mij onmisbaar is in een etui, dat zijn deze highlighters. Niet alleen omdat ze leuke kleurtjes hebben, oké, ja, ook belangrijk, ook heel leuk. Maar
Ik vind dit heel erg fijn als ik ergens voor moet leren, als ik tekst moet onthouden, om die tekst dan even een kleurtje te geven. En op een of andere manier blijft het bij mij in ieder geval veel beter hangen. Iets waar ik, nogal vergeetachtig, echt niet zonder kan, zijn notitieboeken. Nou kan ik me voorstellen dat je voor school misschien een collegeblok gebruikt of schriften, maar ik heb twee heel leuke notitieboeken meegenomen. Onder andere deze. Ik was een beetje geïnspireerd door die zeemerminnenagenda en dit heeft ook een beetje, naar mijn idee, een zeemerminnenprint. Doordat er op de mintkleur een soort gouden schubbenpatroon zit, deed het mij echt denken aan zeemerminnen. Er zit een handig elastiek omheen en aan de binnenkant heeft hij lijntjes. En wat ik heel fijn vind is dat de lijntjes vrij licht zijn. Zo zie je je geschreven tekst veel beter. Denk je nou, leuk al die losse spullen, maar dat is niks voor mij. Ik heb het liever wat meer compact. Dan is dit boekje misschien wel wat voor jou. En toevallig match ik vandaag met mijn nagellak en mijn jurk een beetje met het boekje. Het is een leuke lichtblauwe kleur. Er staat een blaadje op de voorkant. En wat het handige is, er zit gewoon een pen aan vast. Dus je kunt nooit je pen vergeten bij dit boekje. Leuk toch? En dan het laatste item uit deze shoplog voor we doorgaan naar de DIY. Dat is deze map. Ik vind dit soort mappen altijd heel erg handig. Eerlijk gezegd, ik gebruik dit niet voor school of studie, maar ik gebruik dit juist om tekeningen in te bewaren. Daar zijn dit soort mappen ook heel handig voor. Maar het is ook heel handig als je juist verschillende vakken hebt, om dan elk vakje voor een ander vak te gebruiken. Ja, en die kleuren zijn gewoon heel erg leuk. Roze, blauw, wat wil je nog meer? Dat was de shoplog, door naar de DIY. We gaan dus aan de slag met een nieuwe voorkant voor deze agenda. En daarvoor heb ik ook nog wat leuke creatieve materialen geshopt. Allereerst washi tape. Ja, ik kan niet zonder. En ook deze leuke stickervellen nam ik mee. Er zitten twee stickervellen per pakje in. En allemaal in een leuk thema. Dit is wat meer een soort picknick thema. Hier wat meer de creatieve spullen. En ook wel een beetje de schoolspullen. Dat past er natuurlijk wel goed bij. En ik nam ook dit leuke, oh hij is op de kop, papierblok mee. En uit dit blok halen we papier wat de basis wordt van onze nieuwe voorkant. Kijk, er zitten allerlei leuke patroontjes in. Dus daar moeten we wel iets leuks mee kunnen verzinnen. Dit vel is ook grappig, want het lijkt een beetje op zo'n collegeblok. Ik gebruik dit vel als mijn basis, want aan de ene kant is hij lichtgroen met bloemetjes. En aan de andere kant lijkt hij dus een beetje op een collegeblok. Zo hebben we twee leuke papieren die we dus beide kunnen gebruiken. Zo kan je een beetje afwisselen. Omdat we het juiste formaat willen hebben, heb ik de voorkant even uit de agenda gehaald en die leg ik op mijn papier. En zo weten we precies hoeveel papier we nodig hebben. Ik heb met potlood een paar lijnen gezet, zo weten we precies waar we moeten knippen. Even testen. Ja, perfect. Dit zou moeten werken. Ik begin met de achterkant van het papier. Die lijkt dus een beetje op een collegeblok en die ga ik als eerste versieren. En omdat het een beetje in schoolthema is, gebruiken we ook de stickers in schoolthema. En ik zie hier meteen eentje die wel heel toepasselijk is voor deze video. Back to school, die gaan we sowieso gebruiken. En ik denk misschien ook wel die pennen en wat stiften en zo. Dat past er gewoon heel goed bij. Deze plak ik hier. En ook deze planner die vind ik er goed bij passen. En die highlighter en pen pak ik ook allebei. En die plak ik niet zomaar op. Die leg ik eerst een beetje over elkaar. Zo krijg je een beetje laagjes. En dat ziet er net iets leuker uit dan wanneer je alle stickers los opplakt. Tijd voor onze washi tape. En laten we dan een beetje roze glitter toevoegen. Dan pak ik mijn fineliner erbij en daarmee schrijf ik hierop 2021-2022. En ik vind het wel leuk om beide jaartallen in een ander lettertype te doen. De kant is klaar, tijd voor de andere kant. En bij dit papier vind ik deze stickers juist heel erg goed passen. Zo hebben we een soort schoolvariant en nog een beetje zomervakantievariant. Dit soort lange stickers zijn heel erg leuk om een printje een beetje te doorbreken, dus deze ga ik sowieso gebruiken.
Ik plak hem op. En wat ik overhoud, dat knip ik er gewoon af. Ook deze stickers zijn leuk om laagjes mee te creëren. Ik pak deze lila kleur, want dat steekt wel leuk af bij het groen. En ik pak zo'n citroentje. En deze kun je dus heel leuk een beetje over elkaar heen plakken. Zo. Oeh, misschien wel met deze lemonade erbij. En zo heb je van 3 losse stickers je eigen unieke sticker gemaakt. En die plak ik hier onderaan. In dat leuke papierblok zitten ook nog wat kleinere plaatjes, zoals deze. Die zijn ook echt heel erg leuk om te gebruiken. Aangezien het nog steeds zomer is, is deze misschien wel geschikt. Ik knip hem een heel klein beetje bij, zodat hij net iets kleiner wordt. En het hoeft niet heel precies, want we plakken er nog wat stickers omheen. Ik denk dat ik hem hier wil, dus tijd om een lijmstift te gebruiken. En zoals ik al vertelde, deze hebben dus kleur. Daar zie je straks met het opplakken niets meer van. Maar terwijl je lijm op je papier smeert, is het wel heel handig, want dan zie je precies waar al wel lijm zit en waar nog niet. Even goed aandrukken. En het lijkt me wel leuk om dat lila ruitje terug te laten komen. En daar hebben we nog een sticker van. Dus die ga ik gebruiken. Die plakken we hier overheen. Zo. En daardoor wordt het wat meer een geheel. Omdat die kleuren en dat patroon hier ook weer terugkomen. En laten we dat ook doen met die citroen. Ik heb hier nog een paar kleine citroentjes. Die plakken we ook nog op. Zo, eentje hier. En eentje iets verder weg. Dit is toch leuk? Zo hebben we een zomerse voorkant en eentje voor als het schooljaar straks echt is begonnen. Nu hoef je hem alleen nog maar in het hoesje te schuiven. En ja, ik ga toch eerst voor deze kant. Tadaa! Zo geef je makkelijk een eigen draai aan je nieuwe agenda. Ik vond het leuk dat je keek naar deze video. Wil je geen enkele Action DIY of andere Action video missen? Abonneer je dan op dit kanaal. En vond je deze video leuk? Geef hem dan een duimpje omhoog. Bedankt voor het kijken en hopelijk tot de volgende keer. Doeg!